Goedemiddag, ik ben Geert van Mokka.coop, coöperatief magazine voor van en voor burgers met goesting in een duurzame samenleving. Wie heeft nu geen goesting in een duurzame samenleving? In een wereld waar we gerust mogen zijn dat we onszelf en onze kinderen de kans niet ontnemen op een toekomst. Mokka bouwt op een duidelijke maatschappelijke visie. Respect voor de waarde van het individu, van gemeenschappen, van dier en natuur. En daarmee is de eerste link gelegd naar de peer-to-peer economie. We spelen namelijk buiten de marktlogica. Ook wij willen de markt onderwerpen aan het algemeen belang. Tenminste, dat is onze droom. De we is essentieel. Mokka mobiliseert een netwerk van burgers, verenigingen en organisaties, maar vooral van mensen. Mensen achter de organisaties. Mensen achter de initiatieven. Het zijn echte mensen die de wereld doen draaien. Geen logo's, geen firmanamen. Daarbij is elk actor van maatschappelijke verandering en bron van inspiratie voor een solidaire samenleving. Actor zijn betekent dus denken en doen. Op het web en in het echte leven. Als we onze wereld willen vernieuwen, vertrekken we vanuit een bestaand kader. Regelgeving is een vertrekpunt, een nulpunt. Het is de wereld zoals hij is, maar niet zoals we hem dromen. Met alle respect voor mijn collega-sprekers vandaag en de academische wereld waar wij te gast zijn, ik ga een heel bold statement maken nu. Het feit is dat we vandaag geen flauw benul hebben van de realiteit, nog van het potentieel van online technologie. Eigenlijk weten we er niks van. Met weten bedoel ik het intellect, ons denken. Het is onze biochemie die ons gedrag bepaalt. Ons menselijk gedrag op sociale media lijkt bepaald door primitieve angsten. Systemen die in onze biochemie zijn ingebouwd en die bijvoorbeeld als doel hebben het overleven als individu, of het beschermen van de gemeenschap. Nu, ons weten ontstaat in onze biochemie, dus er is nog hoop. Een van de redenen dat we geen flauw benul hebben, is dat online technologie interactie en actie mogelijk maakt die de mens sinds de dag dat hij begon recht te lopen niet gekend heeft. Twee zaken zijn daarbij nieuw. Eén, de complexiteit is ongezien. En twee, de snelheid waarmee het potentieel ontstaat is ongezien. Ik geef een voorbeeld. Ik kan nog eens klikken. We staan op het punt de login voor onze auteurs toe te laten via een Facebook-login. Voor velen onder ons lijkt dat banaal, een no-brainer vandaag. Login met Facebook. Sta er even bij stil. We gaan de identificatie van een persoon toevertrouwen aan een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf dat in zijn prille tienerjaren staat, 11 jaar geloof ik, en een loopje neemt met onze privacy. Terwijl ons limbisch systeem, de biochemie waarover ik het had, ons reptielenbrein, er doorheen eindeloze evolutie perfect in slaagt een individu als vertrouwd of vreemd te herkennen. Een ander voorbeeld van de complexiteit is het feit dat we met Mokka het niet hebben met markteconomie en financialisering, wat een woord. We zijn blij dat onze website gehost wordt door een Gentse bedrijf, maar dat bedrijf huurt datacenters bij, je raadt het al, Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Het is duidelijk dat Mokka als peer-to-peer systeem ontstaat vanuit de huidige context en met de middelen die die context ons geeft, maar de ambitie toont om die context grondig bij te sturen. We doen het coöperatief, dat bijsturen, als een sociale beweging. Ik ga een paar jargontermen gebruiken. We passen collaborative innovation toe op het maatschappijmodel. Die innovatie begint bij onszelf. De mensen die je daarnet gezien hebt, we hebben lange tijd nagedacht over onze rol, onze positionering in het medialandschap. Wat als de algemene pers ooit een leger journalisten inschakelt om over duurzame initiatieven te schrijven?
hebben wij dan nog een plaats in dat landschap? Maar dat is oud denken. Dat is denken volgens voorbijgestreefde structuren. Dingen die hun rol hadden in een verleden, maar het vandaag niet meer zijn. Vandaag denken we over onszelf buiten die maatschappelijke structuren. Tenminste, dat is een dagelijkse oefening. Mokka is een metabeweging. Daarmee bedoel ik, niks is formeel, alles is feitelijk. Het ontstaat vanuit het echte leven. Burgers doen en delen in een coöperatief model. En Mokka vertelt en verbindt. Het geloof in de individuele vrijheid staat daarbij voorop. Iedereen kan kennis of capaciteiten bijdragen aan een collectief project. En zelfmotivatie is het sleutelwoord. Dit is een foto van Leuven Klimaatneutraal, een werkdag eind vorig jaar van de VZW Leuven Klimaatneutraal, die de klimaatproblematiek in de regio Leuven behoorlijk onder handen neemt. De auteurs op Mokka, hier zie je Marion Meijer van het Verfin, produceren, vermits het vandaag over peer-to-peer economie gaat, gaan we het hebben over productie. Zij produceren ideeën, concepten, blauwdrukken, acties. Zij doen dingen, concrete dingen, met een impact op de samenleving. Vervolgens delen zij hun acties op het magazine. En vanuit dat delen ontstaat kruisbestuiving tussen de auteurs en tussen de lezers en de auteurs. Kruisbestuiving betekent opnieuw initiatief, delen op Mokka en de cirkel is rond. Die kruisbestuiving is een feitelijke vorm van peer-to-peer netwerk. Ik geef een voorbeeld. Een paar jaar terug reserveerde ik, kan je overslaan, de domeinnaam groenestraat.be. Ik had een vaag idee dat ik er ooit iets wilde mee doen. Deze lente was het zover. Op een vroege lentezondag stak de goesting om onze grijze straten aan te pakken de kop op. Diezelfde week lanceerden 3 organisaties in Gent dit initiatief. Ik trok erheen, ik heb de mensen ontmoet. Denkers, doeners. Er was ook Patricia uit Roeselare, die met gelijkaardige ideeën rondloopt. En in de trein naar huis, dacht ik, welke elementen uit die aanpak kunnen we herproduceren in andere steden en vooral kunnen we opschalen van een initiatief in één straat naar een stedelijke context? Ik schreef dat uit op een artikel op Mokka en mensen uit Gent en Leuven namen contact op. En je zag al meteen een beweging ontstaan en een uitwisselen van kennis doorheen Vlaanderen. Concreet hebben we vorige week met een 20-tal Kortrijkse inwoners een premieaanvraag ingediend bij Stad Kortrijk. En Groene Straat is een realiteit. In een tweede fase gaan we met de stuiverij uit Kortrijk verder kijken hoe we formeel vorm kunnen geven aan het model. Vroeger schreef je blauwdrukken. Enfin, vroeger. We slaan de blauwdruk over. We maken eigenlijk een realiteit die we dan gaan verder modelleren. Als peer-to-peer systeem groeit Mokka. Ah ja, kijk. Die mag je even bewonderen. Dat is Groenstraat. Geveltuintje. En dat zijn de mensen uit Kortrijk. De eerste 20 van een groeiende groep. Als peer-to-peer systeem groeit Mokka vanuit een beetje theorie, een globaal commons systeem, waarbij het concept centraal bedacht werd en uitgewerkt is, naar een systeem met lokale veerkracht. En nu gaat het over het idee van lokaal. Vandaag herdenkt een groeiende groep van burgers het concept, het systeem, en doet het evolueren. En we evolueren naar een lokaal systeem met een globale impact. Want lokaal is essentieel. Mokka is vandaag online in 2 landstalen. We hebben de Vlaamse editie, we hebben de Waalse editie. En we werken met regionale edities. Dat betekent dat we per stad, daar heb ik nu geen voorbeeld van, per stad of regio werken. Het aspect lokaal is essentieel. Tijd om af te sluiten. Klopt. Echte innovatie ontstaat bij echte interactie tussen mensen.
Die echte interactie gebeurt in het echte leven. Als er iets is wat je van Mokka mag meedragen vandaag, dan is het net dat. Het concept van peer-to-peer is niks nieuw. Is eigenlijk de manier waarop wij in het echte leven samenleven. We brengen Mokka onder in een VZ2, waarbij we de ICA-principes van het coöperatief ondernemen nastreven. Dat laat ons toe het groeiend netwerk van intussen meer dan 130 burgers een plek te geven in een structuur die anno 2015 voorhanden is, namelijk een VZ2. Maar dat die vorm een tijdelijk aspect heeft, dat lijkt wel evident na mijn verhaal vandaag. Met een duidelijke visie en een diep besef dat we als mens nog alles te leren hebben van digitale technologie, bouwen we verder aan de samenleving van morgen. Ik dank u.